Zo dan, een goede dag, dames en heren, appels en peren, ladies and gentlemen. Welkom hier weer bij Dream Team Gaming. We gaan een stukje Farming Simulator 22 doen. Ja, No Man's Land. Ofwel, Niemands Land, hè. Hartstikke mooi, ik ben in mijn uppie. Ach, ik hoef geen last van wie dan ook, hè. Het is niet meer zo heel koud, dus we doen een ietsje minder kleding aan. Kijk, dit is wel een mooi setje. Oeh, ben ik knap worden. Ben ik ook. Goed, de deur doen we dicht. Dan gaan wij naar de poort. Oeh ja, ja, dat doen we. Kijk, hartstikke mooi. Goed bezig, Dream Team. Zo. Wij hebben kalfjes, dames en heren. Dus die moeten wij eens even een beetje gaan verzorgen. Daar wou ik mee beginnen. En dan gaan we even naar de trekker toe. En onderweg dat we daar heen lopen, wil ik jullie hem vragen als jullie vast die duimpjes omhoog willen doen. En hoe heet dat? Even oh, wat wil ik zeggen? Oh ja, alvast te abonneren. Tenminste even kijken of je dat al gedaan hebt, ja of nee. Die rode knop onder de video, geheel gratis. Dus kleine moeite. Hoop, plezier voor iedereen. Joa. Goed, we gaan even kijken of we met de mengwagen wat voer in de emmers kunnen krijgen. Is dat niet het geval? Heb ik een andere eventuele oplossing. En dat is dan met de shovel. Of de voorlader. Met tractor, zeg maar. Trek het. Een paar big bags ophalen. Dan is het wel mogelijk als het goed is. Maar ik wil dit eens zo proberen. Want als het goed is heb ik nog wat in de mengwagen zitten. Kijk eens als het dan werkt. Kijk eens. Over de kalfjes gesproken. Hier bent ze. Hoe mooi is het? Hè? Kijk dat toch. Skitterend. Mogen we later nog even. Als voerder is er ook in maar stro in het hokkie blazen, zeg maar. Dat ze lekker zacht kunnen slapen, lekker warm. Wat goed. Zo, mooi weer uitstappen. En als we dit klaar hebben, wou ik eigenlijk even kijken of we nog even kunnen. Ploegen, dat we een perceel erbij krijgt, waar wij dan uiteindelijk als tijd ervoor is gras kunnen gaan inzaaien. Even zien hoe kiepzijde rechts. Wil dat? Hij wil niet, hè? Denk ik. Jawel, wil. Daar, die gozer. I. AC, emmer vol. Wat goed. Moet alleen wat dichter aan langs waarschijnlijk. Maar dat geeft niks. Dat is wel te doen. Hoop ik. En anders moeten we toch even die putjes ophalen. Nou, kijk, hij gaat door. Komt iemand binnenvallen. Hallo. Zo, weer een emmer vol. Nou, dat gaat mooi. Of niet dan. Die wagen eruit. Volgende emmert. Yes. Nog een emmer. Hartstikke mooi. Toch wat dichter aan langs zien blijven rijden, maar valt niet mee trouwens. Zo. Another one, hè? Huh? Zo, volgende. Niet smakelijk. En weer een. Hoppatee. Hoppatee. Nou, oh, dat gaat mooi. We hebben smaak nog te pakken. Hartstikke idee. Moet dagelijks waarschijnlijk hier weer een om even te vullen, maar dat geeft niks. Dat moeten we ervoor over hebben, toch? Hoppatee, compleet geen minker aan zoen als het goed is, hebben ze gekregen. Super. Zet met de bak hier gewoon eens weer neer. Zo, uitstappen. Zo, die is er dus af als het goed is, yes. Ga hem stro ophalen. Waarom dan? Ja, omdat het nodig is. Oké, nou dan gaan we doen, leuk. Zin in. Echt waar? Nee. Oké, maar we doen het wel. Wat goed. Zo.
Dat was even een dolletje, hartstikke mooi. En dan straks is even aan de ploeg dat wij dus een mopshieldje erbij krijgen. Of nou, nou mooi weet ik niet, maar in ieder geval een perceel erbij. Waar we dan gras in zaaien voor de compost en allemaal dat soort dingetjes. En dat hebben we ook nodig voor de kas. Dus dat is ook even een dingetje. Ik wou het op zich wel in die percelen daar verderop doen. Waar we nou tegemoet rijden, maar daar wou ik eigenlijk voor de varkens wat in doen. Lijkt me wat logischer, ook wat dichterbij. Dus ik zat daar te denken aan suikerbiet. En nog wat. Ik weet nog niet precies wat. Komen we nog op terug. Zover is het dan nog niet. Maar vandaar dus hier geen gras in. En dat we daar dan een nieuw perceel voor gaan proberen te fixen. Ik heb een ploeg met daarachter. Of een 6-meterse ploeg met daarachter ook een 6-meterse cultivator. Dus als het allemaal een beetje wil lukken, kunnen we in één rit ploegen en cultiveren. Dan hoef ik daarna hooguit alleen maar wat te bekalken eventueel. En dan kunnen we nog even kijken. En voor de volgende ronde waarschijnlijk is dat dan. Dat we even een mestinjecteur karretje kopen. Een mesttank met dingen erachter. Ik had zelf, ik laat direct hem zien. Eigenlijk wel. Die staan hier waarschijnlijk, ja. Had ik eigenlijk deze wel in de smiezen. Dat vind ik een mooi karretje. Doe die erbij op. Aangezien we redelijk wat centjes hebben. Dat is mooi werk. Ik kan 13 kuub in. Maar op zich niet zo heel veel, maar wel mooi werk. Dacht ik. Een paar keer extra rijden, maar dat zijn dan zo. Moet niet direct te groot doen, zijn we al dat geld ook weer kwijt. En dan met deze mooie injector erachter. 6,8 meter breed. Ik, prima. Lijkt me een mooie combi. Die wou ik nog kopen. En dan kunnen we direct in wat mest op het land aanbrengen. Her en der, waar we tijd voor hebben. En dan, ja. En we dat ook weer mooi aan de draai. Ik kan het gras er later in maart. We zitten nu op 2 januari. Dus we gaan alweer goed naar de lente toe. Dus dat is een goed teken. Mooi vooruitzicht. En dan komt binnenkort ook weer het oogsten van het perceel eraan, naar het gerst en alles. Oeh, dan komt er bier binnen, jongens. We hebben straks een topzomer. Wat zullen onze percelen slingeren? Hè? Die nieuwe die we dan maken. Oeh. Ach, en we kunnen ook nog een keer af en een strobaal hebt. Ik weet niet precies hoeveel we nog hebben. Moet ik hem een keertje controleren. Maar dan kunnen wij... Hoe dat? Dat ook nog naar de composter brengen eventueel. We hebben in ieder geval vast een beginnetje. Zo. Dan moet ik even rennen. Als een malle. Wee. Kom even de... Oh, je stil. Ik ben in gesprek. Het is niet helemaal zoals het hoort, maar ik wil het wel even op die manier... Oh, hier hadden we het over. Ja, kijk. Deze combi wil ik gaan testen. Wat leuk zijn als het werkt. Als het niet werkt, ja, jammer dan. Moeten we wat anders gaan doen. Of niet wat anders, maar dan gaan we het anders doen. Hoppatee. Doe dit met de pelletvork die baal erin prikken. Ik heb wel om met nog een balenspies, die moet nog even open voor de shovel en eigenlijk misschien voor de trekker ook wel handig. Voor de tractor. Prik. Kan ik dan hè? Oeh, kijk hier achterbij. Bijna alweer een ongeluk. Daddy. Dream team, let op. Zo. Ja, maar dat staat voor elkaar, dames en heren. Hoe mooi is dat, hè? De kalfjes weer goed verzorgd, belangrijk. En ik vind het hartstikke mooi eigenlijk dat we die er nog bij hebben. Vind ik leuk, een leuk ding, joh. Vind ik machtig. Zo, nou trekker hier wel in staan. Klabots. Ver naar beneden. Ojee, ojee. Oei. Nou hier weer een. Oh, wat een bedruk. Oh, wat zijn we goed bezig. Oeh, ik kan even blazen, zeg. Gauwzig. Ik
Waarom nu niet? Sta ik er nou te dicht op? Dat zal. Dan wel, hè? Waar blaast hij daar nou heen? Ah, kijk. Ja, mooi. Goed bezig, Dream Team. Hartstikke mooi, dat verdient een duimpje. Dikke doemen. Kijk dan, machtig. Hoppatee. Zijn dat er dicht op? Hoppatee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kalfjes hebben we trouwens. Mooi, hè? Geweldig. Zo dan, had ze idee. Kik hem hoon. Machtig, hebben we dat in mooi gedaan? We hebben dat in mooi gedaan, hé. Hey. Ik vind het super. Nog meer stroom in, ja. Gaat hij. Oh, hij blaast de stal in waarschijnlijk. Houston. Ja, maar dat doe ik direct in bevoorraad. Ja, maar ben wij goed bezig, hé. De Dory Dream Team. Toppetje. Hartstikke mooi. Nou, ding hier. In onderdak. Ben niet nou toch. Hartstikke latsie. Beetje scheef, maar dat geeft niks. Daar doet het wel om, hè. Zo. Gaan we naar huis. Of ja, niet naar huis. We gaan naar onze... Hoe heet dat? Event tractor. En dan gaan we eens even kijken of we even een beetje een plekje kunnen maken voor gras. Of niet helemaal recht of wat. En ook in principe... Mag een beetje speels zijn op zich. Ik vond nog niet zo erg. In eerste instantie wou ik eerst het gras maaien. Dan... Op rij leggen, oprapen en naar de compost te brengen en dan pas ploegen. Omdat je nu eigenlijk het gras omploegt terwijl we gras nodig hebben. Maar ten eerste, het is winter. Lijkt me niet zo'n succes om dat te maaien. Ten tweede, ik heb nog niet genoeg geld om een grasmaaier te kopen. Dus wou ik eigenlijk eerst gewoon dit op deze manier doen. Dan wel even een mestkar kopen, maar die is nog niet zo gek duur in verhouding. Maar die hebben we ook voor andere oogst en zo is dat ideaal. Onze eigen mest, daar verdienen we dik terug. Dan zorgen dat wij via de productie nog even meer geld krijgen. En dat we dan in het voorjaar of zo hopelijk dan de grasmaai kunnen gaan aanschaffen. Dus voor nu een beetje zonde van het gras, het huidige gras. Maar goed. Dat geeft niks, het is hier niet anders. Zo, we gaan zo eens proberen. Proberen, hè? Jowa. Even kijken, man. Gaan we hier langs proberen. Niet te dicht aan het asfalt langs, natuurlijk. Ook niet zo handig. Even kijken, hier misschien wat. Moet ik dat nog aanzetten, veld namaken? Toestaan. Ik raak. Oké.
Doe het lekker taal, gozicht. Nou, nou wie moet beginnen? Nou, mijn GPS gebruiken, lijkt me nog niet eens een mal idee. Kijk ook nog hoe dat moet. Ja, deze en dan die. Automatiek. Ah, gewoon 6 meter dacht ik. Ja. Ah, direction. Oké. Okay. Zakken. Maar lekker door, door, door. Ja. Zakken. Ja. Gaan we rijden. Blijf ook wel handig. Ja. Oké. Okay. Nou, even kijken als het ook werkt hoor. Ik heb geen idee. Nee. Volgens mij niet. Al wel. Hier wel, hè. We gaan eens rijden. Kijk wat verderop gebeurt. Als ik achteruit rij wil. Nou goed, dat heeft dus weinig nut. Is ook wel logisch op zich. Want ik had deze ploeg, of cultivator, eigenlijk ook aangeschaft voor op de voorkant. Dus... geeft niks. We zetten hem gewoon even aan de kant. Of we zetten hem hier gewoon in Toekie. Mooie Toekie. Ken ook mooi. En met de tijdelijk eerst 5 minuten geen last van. Wat zei? Weg ermee. Oh ja. Oh. Auw. Mijn enkel. Het doet zo pijn. Zo. Nou, we gaan weer gezellig. Want het is lekker op de trekker. Met het rubber door de blubber. Oeh. Jekkie. En dan had hij. Waar je doet. Kijk hem home. Ja hoor. Helemaal te gek. Ach, ik kan hier wel eens even een timelapse van maken, denk ik. Dat is ook wel heel leuk. Hoef ik niet te korten of wat en ook. Dan gaan we gewoon super snel. Ook leuk, hè? Heeft ook zo zijn charmes. Jawel. Hoe ver zijn we al? Dat is een leuk eindje. Ja, dat is wel een mooi stukje. Op zich. Joa. Kunnen we niks van zeggen. Doen we ook niet. Allemaal steentjes vrij, zie ik al wel. Dat geeft niks. Dan kunnen we hem weer mooi voor kalk gebruiken of voor bij de goudproductie. Zo, een beetje een mooi knikje erin. Komt er eigenlijk toevallig zo uit. Zo, dan gaan we niet verder. Dan hebben we een beetje ruimte bij de straat en zo, hè. Belangrijk. Zo. Keurig. En ik dacht dat dit wel eerst het eerste mooie vlak is zo. Voor gras. En dan moeten we later nog eens een plekje pakken. En daar verderop of zo wat. Aan de rechterkant of hier nog naar achter. We zien wel. We gaan eerst deze eens even klaar tengelen. En dan zien we daarna wel weer verder. Goed. Ja. Ik maak hier een timelapse van. Dus we spreken elkaar zo weer als dit klaar is. Hier niet. Al beter als dit wordt het niet. Tot zo. Doodle de okie.
En klaar alweer. Hartstikke, hartstikke idee. Heel mooi. Mooi stukje land erbij liggen. Zo, kijk eens. Kunnen we wat mee doen? Wat mee? Wat weten we nog niet? Jawel. Kom maar goed, hier komt gras in uiteindelijk. Ja, wat mij nou nog wel even leuk lijkt, is dan misschien toch alvast, alhoewel die steentjes zijn erg klein, hè. Even kijken hoor. Ik denk dat als we de wals pakken, dat het er ook zo onder ligt uiteindelijk. Hoewel, ik doe wel wat groter erbij. We pakken de steenrapen erbij. Klaar, niet moeilijk doen. We gaan even het rapetje er nog overheen. Dan ligt er ook mooi direct vlak in principe. Kunnen we de volgende keer injecteren als het allemaal mee zit. En zodra de tijd ervoor is, kunnen wij dan... met het gras gaan inzaaien en zo. Dat lijkt me wel een leuk idee. Klabots, heel rustig. Die kan de ploeg ook alleen daar in de schuur zetten gewoon. Is ook nog niet zo'n groot probleem. Ik wil eigenlijk wat meerdere stukken land maken, maar ik dacht ineens, hé, er moet het toch af. En we kunnen altijd nog een keer weer de ploeg af en even iets niets hebben te doen of zo wat. De ploeg er weer achter knopen. En dan maken we er nog weer een perceel bij. Anders ben ik in deze aflevering waarschijnlijk alleen maar aan ploegen. Nou is het mooi een afwisseling. En dan krijgen we later nog eens een keer een waar we weer wat bezig gaan. Met het maken, creëren zeg maar van, even stiekem wat doen. Van het creëren van extra land en zo. Goed, die weer uit. Sorry jongens, en de wichtig, dames en heren, hebben jullie niet gezien? Wat hebben jullie niet gezien? Nou dat, er is niks gebeurd. Mooi man. Dikke prima. Oei, een stukje achteruit. Zo. Nou, kijk eens aan. Dan gaan we even steentjes pakken. Wat leuk. Wat goed. Is ook iemand aan het spammen. Club reclame maken, stiekem. We kennen allemaal hier. Wij zijn de moeilijkste niet. Kunt wel worden, maar we zijn het niet. La 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 la. Duwe 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 duwe. Hip hoi. En we rapen 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 die mooie steen. Even kijken. Even die GPS minuutje erbij. Hartstikke mooi. Automatiek is die maar 5 meter. Waar staat dat ding? Hier. Ja, 5,5 schatje. Oké. Helemaal goed. 5,5. Dan mag die bar overheen. In principe zou je zeggen. 5,45 zit wel te goed, hoop ik. Een goede via. Gewoon de GPS. En rapen met die handel. Kijk hem home, kijk hem home. Helemaal wild. Hartstikke mooi. Ach, en dan af en toe op GPS'je rijden. Dan neem ik even een slokje van mijn heerlijke koffie. Zelf gedaan. Gemaakt. Nee, niet met een hamer in een boom zien. Is me de vorige keer niet zo goed bevallen, zeg maar. Dat ging niet helemaal lekker, nee. Had ik wel anders verwacht. Bom, bom.
Kijk eens aan, dat gaat jij weer mooi. Hè? Prachtig. Goed bezig allemaal je. Onder je. En ondertussen is het gewoon weer nummertje 31 alweer op No Man's Land. Hè? Dat gaat snel. Je bent goed bezig, zeg maar. Komt er wel een beetje op neer natuurlijk. Ik ben grote fan, hè. Ik ben mijn groot jong. Ja. Stiekem ben ik een klein beetje een toppertje. Een topper der toppers. Zo. Elho. Wat een leuk merk. Nou, hartstikke mooi. Pam 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 pam. Steentjes rapen. Zo, hartstikke mooi. Niks meer aan doen. Maar ja, eerst dat hem afmaken natuurlijk. Zeg niks meer aan doen, maar dan blijft de steen er ook op liggen. Dat is ook niet de bedoeling. Dat is niet joehoe. Nee. Niet echt zo handig. Zo. Hoppatee. Ik kan hier geen helpertje op. Trouwens, is dat niet een idee? Ik krijg ineens... In de smissen dat ik nog een 6 meter saai combi heb staan, terwijl ik vernieuwd heb naar een 9 meterse. Yes, dat gaat door. Nou, goed bezig. Springen wij hem over. Auw, ziek op. Help. Chip tuning. UM. Ik weet met deze op pad. Vind het mooi. Duut. Duut. Kijk eens, mijn beste bult met mest hebben ze er al in. Oh, ze poepen er wat aan af, zeg. Oh, laat er ook iemand op scheppen. Ik weet nog niet precies hoe. Maar dat doen we later wel. Eerst even dit doen, hier waren we net zo mooi mee bezig. Voorladertje. Ik kan hier wel even naast staan. Oh. Niet in de plomp als het kan. Dat is ook een beetje lastig, moet je vertellen. Zo. Hoppatee. Een gewichtje erin voor. En dan knopen we deze pottingen erin achter. Dan ga ik die erin bij inruilen. Neem maar nog net even weer wat meer eurotjes in de portemonnee. En dan gaan we eens even een drijfmest gebeuren kopen. Ja, lijkt me een mooi idee. Zo. Dan moeten wij morgen maar eventjes met het stro aan de gang voor de composter. Dat wou ik eigenlijk deze doen, maar dat loopt even iets anders. Geeft ook niks. Dit is ook belangrijk. Zo, gaan we deze even verkopen en dan nemen we, als het lukt, als we eruit komen, nemen wij even weer een mestinjectie ding mee retour, drijfmesttank. Hartstikke mooi. Hier is onze helper aan de knutsel. Goed werk. Oh, blijf op de straat. Oh, machtig, prachtig. Moet je kijken, joh. En we zijn weer lekker bij de winkel. Hier, hier, ho. Broezen wij die even naar de innen, denk ik. Oh, nee, dat kunnen we hier ook wel doen, ja.
Afkoppelen. Oh, Ranger weer naar binnen. Morgen. Even kijken, hier zo. Saaie machines. Goeie meegenomen. Ja, Nick Metersen. Dit is de 6 metersen. Ja. Verkopen voor 78.000 euro. Yes. Nou, kijk eens aan. Oh, we hebben nog veel geld. Achteraf misschien toch net genoeg geweest voor grasmaaien. Maar. Dat is ook alweer 100.000. Dan gaat het allemaal weer hard. En dat is ook niet echt dat je zegt van. Wauw. Hier kent van de Cuban. Is ook een leuke. Net even een stukje groter. Maar. Kom ik daar redelijk mee weg? Kost die 130.000 euro. Het is wel een leuke. Niet te klein en net niet te groot, zeg maar. We pakken deze wel. Tenminste, wat kan daarbij achter? De premium. Premium, premium. Wat doe je daar dan achter, hè? Op die 4, dan zal dat deze worden, denk ik. 21 meter. 20 kub, 21 meter breed. Oh. 18 meter. En wat is dit? 6 meter. 15,5 kub, 15 meter. Nee, vind ik niet zo'n mooie list. Ik vind het nogal wat. Sleepslang, dat komt in de toekomst. We gaan gewoon voor de schouder, dan wil ik, ja. Oh, ik vind deze vind ik mooi. Ik vind deze... Injecten weer aan de grote kant. Dat doen we maar niet. We pakken gewoon de schouder. Ietsje pietje goedkoper. Kentekenplaat. Dan moet hem de welbekende worden. Allerbeste kerel op YouTube is dat. Misschien kennen jullie hem wel. Onze Dream Team. Open. Yes. Blij mee. Open. Yes. Machtig. Yes. Zo. Kijk dan toch. Moest eens kijken. Allee, manneke. Ho, maar, manneke. Helemaal wild. Helemaal wild in de panty. Wat voor een doodie, Dream Team. Luk toch eens op. Wat doe je nou dan toch? Net nieuw. Ja, als je niet enthousiast wordt, dan berg je maar. Oh, wat slecht. Maar dat geeft ook allemaal niks. He, maar we houden van elkaar. Ja, wat. Kijk eens. Dan zit ik weer die kanon vast. Oh, kijk eens. Schitterend. Ik vind het mooi. Cosplay finished work. Ja, mooi. Had ik cosplay aan dan? Volgens mij niet, toch? Maar dit is leuk wel. Ja hoor, zeker. Heeft zijn charmes. Zetten we later gewoon een vent of die andere John Deere erbij. Voor met die IT-runner, zeg maar, met die drijfmesbak kunnen we zo ter plekke een beetje overladen en nog weer vullen. Goed is, kan hij met één tank vol deze nog weer iets meer dan één keer vullen. Oh, dikke prima. Dan komen we er wel. En misschien kan ik die een klein beetje mijn cosplay laten werken. Kan ik dat ook een beetje leren. Maar goed, dat zien we dan alweer. Voilà. Nou, hier, dat noemt zich finish work. Ja, ja. Dat zal. Maar dan maken we al even af. Dan komt mijn grote boek leven achter de schermen dan. Dat ga ik jullie nou niet aandoen. Maar we hebben in ieder geval de opstelling gezien. En dat eraan gewerkt is. Dus ik maak het af. Kom op mijn hoed.
parkeren we deze hier. Kan ik daar morgen zo mee op stap. Dan moeten we die IT-run er nog even hebben. Ik weet niet waar ik die zo gauw heb. Oh, die staan al bij de goudproductie. Kan ik daar zo weghalen. Drijftank De drijfmesttank kan er dan zo achterop. En we die er ook bij staan. En dan gaan we ze even lekker aan het mesten op dat land daar ook. Als we dan nog tijd hebben en nog niks anders te doen hebben, kunnen we misschien daar verder op bij de varkens. Kunnen we dan misschien wel eens eventjes de... hoe heet dat? Dat perceel daar even cultiveren en dan misschien daar nog even een beetje poep op rijden. Zien we wel eventjes. We moeten sowieso waarschijnlijk morgen ook even weer de kalfjes gaan verzorgen. Zo'n kalfje, zo'n wilde mest. Arm beestje. Chilepietje. Wacht eens, hè. Ik denk misschien... Nee, dat kan ook niet. Ik dacht misschien dat deze bult bij deze hoort. Loep. Loep. Of, die manier kan ook, hè. We gaan wel even zien hoe dat precies werkt. Kom ik op terug. Komt allemaal goed. Voor nu gaat er eens in van tussen. Dus, bij deze, dames en heren. Hartstikke bedankt voor wederom om weer naar deze video te kijken. Dat jullie langs zijn gekomen. Helemaal top, altijd leuk. Wordt gewaardeerd. Nogmaals even vragen. Willen jullie duimpjes even omhoog doen? En even checken of je geabonneerd bent. Zo niet kun je dat doen door op de rode knop te klikken. Geheel gratis. Dus gratis. En het is één klikje en gelijk support naar Dream Team Gaming toe. Wordt zeer en zeer gewaardeerd. En waarom zou je het dan ook niet doen? Ook al kijk je nooit weer. Het wordt wel gewaardeerd. Goed. Dat is genoeg gezemeld daarover. Ja. Hartstikke bedankt, dames en heren. Ik hoop dat jullie gezond mogen blijven. Dat weer een glimlach heeft veroorzaakt op jullie gezichtjes. En mij wel. Ik heb weer genoten, dames en heren. Dank u, dank u. Rustig aan doen. En tot de volgende. Bye bye. En zwaai die zwaai zwaai. Yo yo. See you later.